Es ist wieder soweit. Sind Sie froh? Ja, nach 4 Wochen Pause freue ich mich auf die neue Saison. Ferien ist vorbei. Wo sind Sie gewesen? Wo war ich denn gewesen? Ich war 2 Wochen in der Heimat, in Freiburg, 1 Woche Österreich und 1/2 Woche in Holland. Aber da habe ich schon angefangen zu arbeiten. Eine neue Saison. Wie denken Sie über das neue Saison? Und was hoffen Sie? Hoffen, dass alle Spieler fit bleiben und dass wir als Einheit auftreten und Erfolg haben. Deswegen habe ich jetzt noch keine Erwartungen, weil ich erstmal abwarten muss, wie die Vorbereitung läuft. Ich bin sowieso kein Freund von irgendwelchen Zielen, insbesondere am ersten Tag noch nicht. Was ist das große Vorteil, dass Sie vor das zweite Jahr hier sind? Kein. Waarom kiest een speler die bij de beste club van Nederland speelt en die het mooiste voetbal op de grasmat ligt voor een middenmotor in het oosten van Nederland? Ja, ik wou gewoon minuten maken en ik had het gevoel dat ik dat bij Ajax niet kreeg. Ja, daar ga je toch wel echt naar kijken. Heracles was heel enthousiast over mij en waar we heel graag hebben. En, het wordt ook natuurlijk heel leuk voetbal. Wist je dat je gevolgd werd? Nee, ik wist het van zelf niet. En er zaten heel veel dossiers over mij. En ik had geen flauw benul. En ik schrok er eigenlijk van wat ze allemaal van mij op papier hadden liggen. Dus dat was wel geinig. Ja. Contract voor 2 jaar met een optie voor nog een jaar. Klopt. 2 jaar, plus er nog een optie, betekent gewoon 2 jaar lang knallen. En... Laatste aankoop van de Raad van Zalmolen tot nog toe. Grote club, kleine club. Ajax, Heracles Almelo. Ja, vind je Heracles zo klein? Nou ja, voor mij is het van een grote club, want ik zit in de Eredivisie. En dat wilde ik heel graag spelen. Dus ik ben heel blij dat ik hier ben. Je hebt vanmorgen de eerste training gedaan. Hoe is dat bevallen? Het is lekker weer, gelukkig. Kunstgras erbij, dat is wel warm, maar het was een prima training. Veel gelopen wel, maar dat hoort er een beetje bij in de voorbereiding. Heracles Almelo wordt de komende 2 jaar jouw club. En ook nog eens een optie voor een jaar bij. Ben je daar tevreden mee? Ja, heel tevreden. Ja, weet je, ik hoop dat ik me nog heel goed kan ontwikkelen hier. En de club heel blij kan maken. En dan gaan we daarna wel verder. Nederland toch? En tegelijkertijd nog.